Niet iedereen durft ervoor uit te komen, niet iedereen heeft de juiste ideeën over deze groep. En dat maakt de Hangouts de winnaars van de Songbankenstandprijs. De Hangout 070 krijgt de prijs voor hun bijdrage aan de LHBTI-community in Den Haag. Ze bieden een huiskamer waar jongeren samenkomen om te praten over hun geaardheid. De Hangout wint een geldbedrag van 2500 euro. We zijn echt super blij. Ja, echt fantastisch. Ik ben zo blij. Heel veel veranderen voor ons. Ja. En hopelijk voor de community. Ja, het is echt een next step. We zijn gewoon een level omhoog. Echt niet normaal. Gewoon wauw. De Hangout heeft gewonnen omdat het een groep is van jongeren die ervoor hebben gezorgd dat er een veilige plek is voor jongeren die andere etnische achtergrond en LHBTI gerelateerd. En die zoeken een veilige plek. En dat hebben zij gecreëerd. Volgens wethouder Bert van Alphen is een plek als de Hangout 070 daarom belangrijk voor de stad. Niet iedereen durft ervoor uit te komen, niet iedereen heeft de juiste ideeën over deze groep. Het is belangrijk dat we als overheid, als Den Haag, laten weten dat je hier in Den Haag vrij mag zijn en mag zijn wie je wil. Nou, we hebben binnenkort een nieuwe plek en daar moeten we heel veel werk voor gaan verrichten, zoals inrichting. En we willen echt een veilige haven creëren voor onze gemeenschap en met dit geld kunnen we dat heel goed gaan doen. De uitreiking draait om meer dan alleen een bosje bloemen en een geldbedrag voor de winnaar. Nou, in eerdere jaren was het wel eens moeilijk om genomineerden überhaupt te vinden. En dan hadden we er 2, 3. En dit jaar met je 11. Dat is gewoon een enorme sprong naar voren. Heel veel verschillende organisaties. Mensen die zich met ouderen bezighouden, jongeren, mensen in de zorg. Dus weet je, voor mij is dat het bewijs dat Den Haag bruist, dat Den Haag leeft, het vrijwilligersleven leeft, LHBTI-gemeenschap leeft. Dat is gewoon goed nieuws.